Hoi, in deze video ga ik ballonfiguren maken. En het is echt super lang geleden dat ik deze dingen überhaupt in het echt gezien heb. Dus ik heb er enorm veel zin in. En als jij hier benieuwd naar bent, blijf dan lekker kijken en laten we beginnen. Voordat ik begin, moet ik je even een geheimje vertellen. Want ik ben namelijk doodsbang voor ballonnen. Tenminste, niet echt ballonnen, maar ballonnen die knappen. Dus hier ben ik niet zo heel erg blij mee. Ik ben wel stiekem heel erg benieuwd, maar tegelijkertijd ook best wel bang. Kijk naar al deze kleuren. Super, super vrolijk. Ik hou hiervan. En in de verpakking zit dit pompje om de ballonnen op te pompen natuurlijk. En een boekje met instructies over hoe je een figuurtje kunt vouwen. Is dat wie dat zegt? Vouwen. De enige regel die ik aan deze video ga toepassen is, ik ga je niet vertellen wat ik ga vouwen. Ik blaas zo'n ballon op, ik volg de instructies en vervolgens mag je tijdens de video gaan raden wat het precies is wat ik aan het maken ben. Ik ben heel erg benieuwd of dit gaat lukken. Ik ga eerst gewoon even kijken of hij het doet. 1, 2, 3. Oeh, hij doet het! Oké, ik ga beginnen met het maken van mijn eerste figuurtje. En hiervoor gebruik ik paars, want paars is een mooie kleur. Oeh, en hij is weer leeg. Ik maak er gewoon een knoopje in. Yes! Mijn vinger. Yes! Ik vind het zo ontzettend eng, jongens. Oké, 4 inches. Wat is dat ongeveer? Zoiets. En dan moet ik hier een draai maken. Wow! Ik heb 2 worstjes gemaakt. Ik heb er helemaal niks van. Oeh, oké. En dan moet ik dit vouwen zo. Zoiets. Jongens, het gaat toch niet? Oh my god. En zo. En deze ook hier draaien. Oké. En nu? Hoe doe ik dit? Lekker gelijk deze oren. Niet. Oké, ik vind het wel goed zo. Ongeveer hier. Dit wordt veel te strak. Zo. En dan. Ik weet niet meer wat is. Oh ja, zo. Ik heb iets. Dit ziet er zo niet uit als wat het eruit moet komen te zien. Hier ongeveer. En dan moeten we weer 2 achterpoten doen. Zo. Wow, het is me gewoon gelukt. Yes! Volgens de instructies is die nu helemaal af. Ja. Ik ga je een beetje laten zien wat het precies moet voorstellen. Dan kun je het proberen te raden. En dan ga ik je vertellen wat het echt is. Dit zijn de voorpoten, achterpoten, lichaam, staart, oren. Nou ja, je snapt hem wel. Probeer maar te raden wat het is. Ik geef je 3 seconden. 1, 2, 3. Het is, tromgeroffel, een olifant. Dat is een betere impressie dan dit. In ieder geval is dit dus de slurf. Dit zijn de 2 hele grote flaporen. En zijn staart die groter is dan zijn hele lichaam. Ik zou zeggen dat deze echt totaal mislukt is. Maar ik ben wel benieuwd of het je gelukt is om het juist te raden. Dus onthoud dat voor de volgende. Dan gaan we nu door naar de volgende. En voor deze gebruik ik groen. Want in de instructies gebruik ze ook groen. Yeah. Yes! Er zit een knoopje in. Weet je al wat het gaat worden? We beginnen met... hier. Ik draai het gewoon heel veel keren. En dan iets wat ietsje langer is. Zo. Zo. En dan draaien we dit om elkaar heen. Het is gewoon heel erg strak. Yay! Wacht. Oh! We moeten de oren voorstellen. Dan gaan we nu zijn nekje maken. Dat is een klein nekje. Zo. En dan zijn pootjes. Woehoe. Yeah! Wow! Dit is me gewoon best wel redelijk gelukt. Dan gaan we nu zijn lichaam maken. En deze mag best wel groot zijn. Dus ik doe het ongeveer hier. Ik ben heel erg benieuwd of jullie dit wel eens een keertje eerder hebben gedaan. En zo ja, wat vond je ervan en was je er goed in? Laat het me weten in de reacties. Ik ben echt super, super benieuwd. En nu heb ik dit. Ik mag nog niet zeggen wat het precies is. Maar het kan in principe van alles zijn. Dus dit is de staart. En die is weer echt
veel te groot. Dan kun je nu eindelijk gaan raden wat dit precies is geworden. Dus hier heb je 3 seconden. 1, 2, 3. Hier komt-ie. Het is een hond. Dat zijn zijn 2 achterpoten, zijn lichaam. Misschien is het een tekkeltje, want hij is vrij lang. Voorpoten, een nekje, snuitje en oortjes. Nog best schattig, toch? Voor dit diertje neem ik de kleur oranje en die strek ik even goed uit. Auw. Yeah. We gaan nu hier een klein balletje maken. En vervolgens 4 iets wat grotere balletjes. Zo. Oh. Oeh, oké. Nou ja, zeg. Nou ja, zeg. En dan moeten we hier een cirkeltje van maken. En dan vervolgens de neus hier doorheen doen. Huh? Ik heb het blijkbaar helemaal fout gedaan. 3, 4, 5, 6. Dus 1, 2, 6. Hier doorheen. Dit lijkt niet op de tekening in de instructies. En dan maak ik nog 1 worstje hier. Tada! Wow! Dan moeten we deze helemaal omhoog duwen. Yay! Oh! Tada! Zijn gezicht is echt zo minuscuul klein vergeleken met de rest van zijn lichaam. Je krijgt weer 3 seconden. Kijk er goed naar. 1, 2, 3. Het is een leeuw! Rawr! Wow! Kijk, zo moest het leeuwengezichtje eruit komen te zien. Oh. Zo ziet het diertje eruit. En ik vind deze tot nu toe het beste gelukt. 1, 2, 3. Denk je dat je het weet? Het is een panda. Woehee! Ik heb eigenlijk geen idee wat voor geluid een panda maakt. Boe! Eigenlijk lijkt het echt totaal niet op een panda voor mij. Een paar worstjes aan elkaar geknoopt. En dan nu voor de ultieme ballonfiguur challenge. Ik vind het echt enorm spannend en ik ben wel een heel klein beetje bang. Maar ik ga er gewoon voor. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Geef deze video een duimpje omhoog, zodat ik ook zeker weet dat je hem echt leuk vond. En laten we gewoon met z'n allen proberen om deze video 10.000 duimpjes omhoog te geven. En dan wil ik natuurlijk ook van jou weten, met deze vraag van vandaag, hoeveel van deze figuurtjes heb jij juist geraden? Laat het me weten in de reacties onder deze video. En ook welke je hebt geraden. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg! Mama.